Vrienden, Maggie, Ross, vertel in the fire of your life van een leraar in Manhattan in Amerika. Nou, iets het om baie ontstel. Elke middag 4 uur het een vrou daar naar die kerk toe gekom en dan het sy beledigings uitgeskree teenoor die Here. Nou, as een mens iets van haar geweet het, dan zou je verstaan dat zij dingen diep binnen haar gedraaid, want zij die Tweede Wereldoorlog meegemaakt en was in die strafkampen. Op een dag kon die leraar dit niet meer hanteer nie. Hy het uitgegaan en het van gevra, mevrou, wil jy nie inkom binnenkant die kerk en vir die Here self kom vertel wat het is wat so diep in jou sit, wat jou ongelukkig maakt, wat jou kwaad maakt, verbitter maakt, wat jou ware gevoelens is. En vreemd genoeg het sy die uitnodiging aanvaar en sy het saam met hom die kerkgebouw ingegaan. Hy het haar alleen gelaat. Na 'n uur het hy bekommerd geraak en hy het binnen die kerkgebouw gegaan en haar gekry waar sy voor die kruis plat op die grond geleid. Hy het sy hand uitgesteek en haar aangeraak om zeker te maken dat sy nog lewe. Hy was ernstig bekommerd oor wat precies gebeur het. Met een betraande gezicht het sy opgekyk en gesê, na alles was hy ook maar net een Jood. En daar voor die kruis in die kerkgebouw het sy een diep vrede gekry, een verhouding met die Heere God, wat ook een harde plek aan die kruis gehang het. Vrienden, ons bevind ons in hierdie groot lijdensweek, waar ons regtig met alles in ons naar die Heere toe mag gaan, kan vertel van ons diepste gevoelens, bekommernisse, vrese. As ons opstand so beleef, kan ons dit met hom deel. Ons kan met die Heere gesels, soos met een vriend, maar dan met eerbied en ontzag. En dit is daar, as het ware, aan die voet van Jezus, ons kan ook sê aan die voet van die kruis in die week, dit is waar ons rustigheid en innerlijke vrede kry. Paulus het gepraat van de vrede wat alle verstand te boven gaan. Dat dinge om ons is nog niet altijd lekker reg nie. Maar in ons hart en voor die Here kan ons daai rustigheid ervaar. Wil jy dus nie ook die geleentheid gebruik in hierdie speciale week om sommer net tot die Here toe te tree en om te vertrou met jou diepste gevoelens. Dankie. Ons bid saam. Onze Vader, baie dankie dat u uw eie seun gestuur het as een teken, Here, van uw wonderbare liefde waarin u vir ons alles gee. Alles wat nodig is om ontslae te raak van al die gevoelens, al die dinge wat in ons diepste wese opgeknoop sit, en dat ons dit sonder huiwering en sonder vrese na u toe kan bring in Jezus Christus. Dankie, Here, vir hierdie baie besondere week, waar ons nadink oor die lijdensweg van Jezus, en waar ons opnuut besef wat u as ons Vader vir ons gedoen het, en van die seer wat u moes beleef, toe u eie seun in ons plek gesterf het, wat ons weer opnuut onder indruk kom, van die leiding van Jezus, wat hij deur gemaakt heeft, zodat ons vrij kan wees, en zodat die deur tot die troon van genade oop is, en ons met vrijmoedigheid kan ingaan. Ons prijs u daarvoor. Help ons, Heere, om u te vertrouwen met ons diepste wees in Jezus' naam. Amen.